Ik heb gewoon een heel leuk sociaal netwerk en ik heb heel veel vrienden waar ik van hou. En dus daarin kom ik niks tekort, maar het is gewoon gevoelsmatig is er altijd een soort van leegte of zo. Ik ben Justus, ik ben 20 jaar. Ik woon in Groningen en ook ik voel me wel eens eenzaam tussen alle mensen. Als ik met mijn vrienden ben, dan gaat het over stappen of bier drinken of dat soort onderwerpen. Maar eigenlijk vraagt nooit eens iemand hoe het echt met je gaat. En ik denk dat het ook wel een heel gevoelig onderwerp is om over te praten. Want dat doen we eigenlijk nooit. Eenzaamheid is voor mij gevoelsmatig niet kunnen meedraaien in de maatschappij. Iedereen wil altijd de perfect picture hebben, zoals je dat ziet online. En als dat dan niet lukt, dan is het eigenlijk al een tegenslag, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Door de druk die op mijn schouders staat, heb ik gewoon het gevoel alsof ik nooit goed genoeg heb gedaan. En doordat er steeds maar weer wat bij komt en dat daar voor mij de focus op ligt, heb ik niet het idee dat ik het iets kan afronden of zo. En dat zorgt voor mij toch voor een eenzaam gevoel. Alleen het lastige vind ik dat wanneer iemand anders in een positie zit, dat hij zichzelf wat te druk voelt, te veel druk op zijn schouders voelt, dan kan je heel makkelijk zeggen van, goh, weet je, laat iets vallen, doe iets minder. Maar zodra je dan zelf in die positie staat en iemand zegt dat tegen jou, dan is het toch wel lastig om zelf dan iets te laten vallen. Want ik ben heel erg een binnenvetter, dus ik praat niet zo gauw over dat soort dingen, maar wanneer ik dat doe, dan doe ik dat met mijn ouders of met mijn vriendin. Ja, ik vraag wel eens aan mensen meer om een soort van bewustzijn te creëren. Als niemand het aan jou vraagt, misschien weten ze het ook wel niet. Dus dan kun je beter zelf de start maken.